Mensen, wat vinden we van mijn haren zo? Ik vind het wel iets hebben. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een vraag die ik al heel vaak krijg en dat is hoe ik oogschaduw blend, hoe ik mijn ooglooks maak en met een hele gedetailleerde uitleg. Dus ik heb vandaag een hele video gemaakt omtrent deze ooglook die ik hier heb gemaakt. Ik ga jullie helemaal uitleggen welke kwasten je moet gebruiken, hoe je moet blenden, hoe je verschillende kleuren samen kunt blenden, hoe je het moet aanbrengen, hoe je een halve cut crease kunt maken op een hele makkelijke manier. Ik ga vandaag gewoon helemaal in op de oogschaduw. Ik hou van oogschaduw, dat is het leukste wat ik vind aan make-up doen. Ik creëer altijd hele heftige creatieve oogschaduw looks en die plaats ik vooral op mijn Instagram, niet echt op YouTube, al maak ik ze hier ook, maar op mijn Instagram plaats ik echt dagelijks dat soort ooglooks. Alleen in mijn video's ben ik nooit echt heel gedetailleerd over hoe je nou precies oogschaduw aanbrengt. Jullie kunnen wel zien wat ik doe, maar ik leg verder niet echt iets uit en zo. En ik spoel ook vaak door en ik knip stukken eruit om de video wat minder lang te maken en dat soort dingen. Dus je kunt het wel enigszins zien, maar ja, vooral een beginner is het gewoon niet duidelijk genoeg. Dus ik dacht, ik maak vandaag gewoon een super duidelijke video voor iedereen. Zodat je gewoon precies weet hoe ik mijn ogen doe. Iedereen heeft zijn eigen manier. Je kunt doen wat je wil. Maar ik laat vandaag gewoon zien wat voor mij gewoon de makkelijkste manier is om dit soort heftige ooglooks te maken. Dus ben je benieuwd hoe ik deze ooglook heb gemaakt en mijn hele uitleg? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel verder. Oké, mensen, we gaan beginnen met de oogmake-up en ik ga alles zo goed mogelijk proberen uit te leggen zonder te veel te knippen en door te spoelen en al die onzin. Waar ik altijd als eerste mee begin is dat ik mijn ogen prime. En ja, ogen primen is niet gewoon voor niks. Het heeft echt nut, want het zorgt ervoor dat je oogmake-up langer blijft zitten en dat de kleuren feller worden. Dus als je bijvoorbeeld een hele felle roze of gele kleur of zo opdoet, dan wordt die nog feller en dan pakt die nog meer op je huid, omdat je dan gewoon een soort van witte canvas hebt. Er zijn verschillende oogprimers die je kunt gebruiken. Ik heb hier de MAC Soft Painter Paintpot. Dit is een beetje zo'n crème. Deze hoef je ook niet af te poederen. Dat is fijn aan deze, want ja, dat scheelt weer tijd. Ik heb ook de W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. Deze is een beetje nattig en deze gebruik ik alleen als ik het ook ga afpoederen. Wanneer poeder ik af en wanneer niet? Ik poeder mijn oogschaduwprimer niet af als ik hele felle kleuren erin ga drukken. Dus als ik het op die manier aanbreng. En ik poeder het wel af als ik gewoon ga blenden. Ik ga vandaag gewoon blenden, dus ik ga het vandaag ook gewoon afpoederen. Maar als ik veel ga blenden en al gelijk begin met blenden, dan poeder ik het wel af. Als je geen zin hebt om een hele oogprimer te kopen, of ja, je hebt gewoon geen zin, whatever, dan kun je ook gewoon een concealer gebruiken. Ik heb hier de Colourpop concealer, die gebruik ik altijd, omdat dit een beetje een droogachtige concealer is, waardoor ik me ook niet hoef af te poederen en dat vind ik altijd wel fijn. Omdat ik vandaag een beetje voor een smoky-achtige look ga, ga ik de W7 I Got The Power Eyeshadow Primer gebruiken. En deze breng ik dan gewoon met een fluffy oude kwast aan over mijn hele ooglid. Kijk, zoals je kunt zien is het ook een hele lichte kleur, waardoor ik een goede lichte basis creëer voor de oogschaduw. Dit kun je gewoon doen met elke kwast. Ik gebruik hiervoor altijd een oude kwast, omdat concealer en oogschaduwprimer en zo altijd je kwast helemaal zo viezig maakt en zo. Dus ik pak gewoon een oude W7 kwast die ik heb. En die gebruik ik altijd hiervoor. Nou, en als je er dan zo uitziet als een clown, dan ben je goed op weg. Dan pak ik gewoon een beetje losse translucent poeder. En daarmee poeder ik het gewoon af. Dit kan gewoon met elke poeder. Maakt niet uit welke, als het maar gewoon een lichte kleur is. Oké, voordat ik begin met de echte oogschaduw, wil ik het snel hebben over kwasten. Goede kwasten hebben is super belangrijk. Echt, ik heb wel eens slechte oogschaduwkwasten gebruikt en een look gemaakt die ik bijvoorbeeld al een keer had gemaakt met mijn eigen kwasten. En dan werd de look oprecht gewoon minder mooi. Gewoon puur omdat ik gewoon slechte kwasten gebruikte. Dus zorg ervoor dat je goede kwasten hebt die kwalitatief goed zijn. Veel van jullie weten ook al dat ik mijn eigen kwastenlijn heb. En dit is een van mijn twee kwastensets. Ik heb een gezichtkwastenset en een ogenkwastenset. Dit is de ogenkwastenset. Hier zitten precies genoeg kwast in voor elke ooglook. Dus ik heb het echt gecreëerd op een manier dat je echt de perfecte kwast hebt om elke ooglook te kunnen maken die je maar wilt. Dus als je gewoon een kant-en-klare kwastenset wilt hebben, ga naar sarahmariecosmetics.com. Maar als je al kwasten hebt, is dat natuurlijk ook prima. Je hoeft niet per se mijn kwasten te hebben. Als je maar gewoon een aantal kwasten hebt waarmee je gewoon echt de goede look kunt maken. Ik ga ook elke keer bij elke stap vertellen wat voor kwast ik gebruik, zodat je precies weet welke kwasten je kunt gebruiken. Ik ga een beetje een smoky ooglook maken met een halve cut crease. Dan kan ik ook gelijk laten zien hoe je makkelijk een cut crease maakt. Ik ga het Queen Tarsi Royal paletje gebruiken.
Super mooi paletje. Hele mooie kleurtjes voor hele heftige ooglooks. Maar ook wel voor neutrale alledaagse ooglooks. Dit paletje is gewoon te koop bij Boosie Shop, op de Queen Tarsie website, bij de Easy Paris in de winkels. Dus je hebt genoeg plekken. En ik pak eerst deze lichte oranje kleur. Die heet Sophia. En voor deze eerste kleur die in mijn arcadeboog komt. Dit is de allereerste transitiekleur. Gebruik ik deze grote fluffy kwast. In mijn set heb ik 3 fluffy kwasten. Dus als je mijn set hebt, ik gebruik de grootste kwast. Als jij nou iets kleinere ogen hebt dan ik, gebruik dan een iets kleinere fluffy kwast. Het is gewoon belangrijk dat je een goede fluffy kwast hebt. En pak ook nooit gelijk te veel kleur. Pak gewoon een beetje en doe het gewoon opbouwen. Want als je in één keer te veel aanbrengt, je kunt er niet echt dan iets minders van maken. Maar als je weinig aanbrengt, kun je altijd nog meer op doen. Met de transitiekleur begin ik altijd bij mijn arcadeboog en dan ietsje erboven. Omdat ik hoed het ogen heb, breng ik altijd alles ietsje hoger aan. Hier is je arcadeboog, dit bot wat je hier voelt. Daar ga ik het beginnen met aan te brengen. En vergeet niet om je kwast af te tikken, zodat er niet te veel product op zit. En dan ga ik het gewoon aanbrengen. Ik werk altijd vanaf buiten, omdat daar dan het meeste kan komen. En zodra het dan iets minder op mijn kwast zit, rek ik het door naar binnen. En ik maak gewoon heel de tijd ronde bewegingen. Zoals je ziet heb ik nog niet te veel product gepakt. Ik maak gewoon heel de tijd ronde bewegingen. Ik ga gewoon heel lichtjes over de huid heen. Ik ga niet helemaal hard drukken. Pak ook niet je kwast hier in het begin vast, want dan druk je te hard. Pak het een beetje iets meer naar achteren vast. En gewoon ronde bewegingen, de hele tijd. En je blijft gewoon hier buiten. En dan ga je steeds een beetje naar binnen. En dan weer naar buiten. En zo ga je gewoon heel de tijd door. Nou zit er in principe niks meer op mijn kwast. En dan pak ik weer iets meer. En daarmee ga ik er dan gewoon weer overheen. Ik begin ook altijd een beetje lager. En als ik dan blend ik een beetje omhoog. Zodat je dat mooie effect hebt dat het zo mooi smoky wordt. En dat het echt boven iets minder is dan beneden. Anders krijg je zo'n harde lijn. En dat wil je ook niet. En dan gewoon blijven blenden totdat alles mooi is geblend. Dit kan altijd wel eventjes duren. Veel mensen hebben ook niet echt veel geduld. Of die beseffen gewoon niet hoe lang dit kan duren. Want ja, YouTubers en in video's, iedereen knipt zijn video's altijd. Niemand laat heel de blendprocedure in de video. Maar dit kan altijd best wel eventjes duren. Maar blijf gewoon blenden totdat jij denkt, ja, zo is het goed genoeg. En dan ook een beetje hier buiten blenden, zodat het niet too much wordt. Ik breng het ook niet te veel naar buiten. Je kunt een beetje hier je wenkbrauw aanhouden, tot daar ongeveer. En nu er echt bijna niks meer op mijn kwast zit, blend ik het hierboven echt. En dan echt hier gewoon echt bij mijn wenkbrauw helemaal. Wees niet te bang om te hoog te gaan. Het kan gewoon. Het is misschien een beetje raar in het begin. Maar ja, het went wel. Je moet gewoon echt iets hoger gaan. En blenden, blenden, blenden. Het is echt gewoon all about blending. Kijk, nou heb ik de eerste basis transitiekleur aangebracht. Het is heel mooi smoky en buiten is het iets donkerder zoals je kunt zien. Omdat ik altijd buiten iets meer aanbreng en daar altijd begin. Dus dan wordt het zo mooi hier donkerder en dan wordt het zo lichter naar boven toe en lichter naar binnen toe. Deze eerste kleur breng ik altijd echt best wel hoog aan. Helemaal hier tot aan mijn wenkbrauw bijna. Omdat we natuurlijk nog veel meer kleuren gaan aanbrengen. En die komen allemaal onder die kleur. En als je dus deze kleur te laag aanbrengt, vervaagt hij gewoon helemaal straks in die andere kleuren. En dan heb je niet die mooie smoky effect. De volgende kleur die ik pak is deze medium bruine kleur. Die heet Ariana. Ik weet niet hoe je die naam uitspreekt. En hiervoor gebruik ik een iets kleinere fluffy kwast. In principe kun je nog gewoon dezelfde kwast gebruiken als net. Maar je bent gewoon iets meer secuur als je hiervoor een iets kleinere kwast gebruikt. En deze ga ik weer op precies dezelfde manier aanbrengen als hoe ik met die andere deed. Ik begin buiten en ik ga langzaam naar binnen en langzaam naar buiten. En ook een beetje langzaam omhoog. Dit is de kleur die ik aanbreng om een beetje diepte te creëren. En ik blijf nou ook echt onder die andere kleur. Hier is weer dat bot, dus je arcadeboog. En nou blijf ik er een beetje onder en erop. Bij de allereerste kleur ging ik erop en erboven. Maar nou erop en er een beetje onder. En zo blend ik het in die andere kleur. Ik maak weer ronde bewegingen. En dan gewoon naar binnen en naar buiten. En dit blijf ik gewoon doen totdat ik die kleur donker genoeg vind en genoeg vind ingeblend. Echt mensen, blijf gewoon doorblenden totdat het genoeg is geblend. Als het niet meer goed blendt en je een beetje vastloopt, pak dan gewoon iets meer product. Dan kun je gewoon weer makkelijk blenden. En als je het gevoel hebt dat deze tweede kleur of de iets donkerdere kleur een beetje de overhand neemt en die andere kleur een beetje vervaagt, pak dan gewoon weer die andere kleur en ga er gewoon een beetje mee overheen op de rand om het allemaal weer mooi te blenden. Ik hoop echt dat ik het allemaal een beetje goed uitleg.
En nu er bijna niks meer op mijn kwast zit, blend ik zo alles naar buiten toe. Zodat ik die mooie smoky effect krijg. Die mooie cat eye effect. Doe dit dus niet als je kwast nog vol zit met oogschaduw. Want dan krijg je hier ook weer zo'n oogschaduwstreep. En dat wil je niet. Kijk, nou heb je die mooie smoky overgang van de twee kleuren. En heb je iets meer diepte gecreëerd. Wat ik af en toe ook doe. Nou had het niet per se gehoeven, maar ik wil het toch laten zien. Als je de randen nog iets te hard vindt, pak dan weer die eerste kwast. Ik heb er verder niks meer op gedaan. En ga dan gewoon zo heel lichtjes over de rand. Zodat het weer een beetje uitblend en smoky wordt. Dan pak ik deze zwarte kleur. Die heet Kate. Het is gewoon een mat zwarte kleur. En dan gaan we de zwarte kleur aanbrengen in de buitenste hoek. Vooral met zwart. Dat is een hele heftige en moeilijke kleur. Daarom wilde ik hem ook nu laten zien. Ik wilde ook gelijk laten zien hoe je met zwart kunt werken. Zwart is in principe hetzelfde. Alleen je moet werken met heel weinig. En heel goed opbouwen. Als je te veel zwart aanbrengt, kun je bijna gewoon weer opnieuw beginnen met je ooglook, want dan verpest je het helemaal. Ik pak eerst deze platte fluffy kwast. Je kunt elke platte kwast gebruiken hiervoor die je wilt. Ik vind de platte fluffy kwast het fijnst. En dan pak ik een heel klein beetje en dit druk ik gewoon zo in de buitenste ooghoek. Gewoon erin drukken. Verder niks. Niet blenden, niet verschuiven. Gewoon letterlijk erin drukken. En alleen op je ooglid. Echt alleen op je buitenste ooglid. Ga niet te hoog, niet te ver naar buiten, niet te ver naar binnen. Gewoon een klein beetje aanbrengen, meer niet. Dit is gewoon om de zwarte basis goed te zetten. Want als je straks gaat blenden, wordt het iets minder zwart en is het iets minder heftig. En om het toch nog wel heftig te houden, is het handig om zo met een basis te beginnen. Kijk, gewoon ongeveer dit. Dan pak ik de kleinste fluffy kwast uit mijn kwastenset. Het is in ieder geval belangrijk dat je gewoon een hele kleine fluffy kwast gebruikt. Ik zal even laten zien, vergeleken met de grootste. Deze is echt heel erg klein. Als je een te grote fluffy kwast gaat gebruiken, gaat het zwarte overal. En je wilt heel secuur kunnen werken, dus je moet echt een mini fluffy kwast hebben. Ik doe hier ook verder niks meer op. Ik pak niet meer zwart of wat dan ook. Dat doe ik pas zo meteen. En deze ga ik rustig inblenden hier in mijn elkaarboog en een beetje naar buiten. Gewoon heel rustig. Dit zal voor nou gewoon ervoor zorgen dat het een beetje alvast blendt. En dan zo meteen pak ik meer zwart. Om het echt mooi zwart te maken en mooi te blenden. En ik blijf echt alleen in de buitenste hoek. En zorg ervoor dat je echt niet te hoog gaat. Blijf echt hier onder dat bot. Dus echt in je arcadeboog. Blijf echt een beetje daar hangen. Zo, nou heb ik het een beetje geblend met gewoon wat er al zat. Maar ik wil meer. Dus nou pak ik wel een beetje zwart erbij. En dan ga ik het daarmee uitblenden. Gewoon heel rustig doen. Gewoon op en neer, op en neer. En dan zo naar buiten. Nou maak ik geen ronde bewegingen omdat ik nou secuur wil werken. Ik wil het niet overal hebben. Dus nou maak ik gewoon zijwaartse bewegingen. Gewoon naar rechts en naar links. Zodat het gewoon een beetje mooi uitblendt. Ook hier op mijn ooglid. Kijk, en het gaat zo steeds meer naar buiten. Op een smoky manier, dus niet too much. En dat is echt wat je wilt. Als je echt nog een beginner bent en je denkt van ja, zwart is toch nog wel iets te heftig. Pak dan gewoon donkerbruin. Als je gewoon donkerbruin pakt, dan kun je dit ook doen. En dat is iets makkelijker om te blenden. Iets minder heftig ook. Kijk, het begint nou echt helemaal smoky te worden. Ik heb maar één keer zwart gepakt met deze kwast. En nou is het dit. Ik wil het nog ietsje donkerder hebben. Dus ik pak nou voor de tweede keer iets meer zwart met deze kwast. En dan ga ik het gewoon weer aanbrengen. En ik begin weer heel laag. En ik werk mezelf naar boven en naar buiten. En dit blijf je gewoon doen totdat je het zwart genoeg vindt. Zo, dit is basically hoe ik het wil hebben. Nou maak ik even mijn kwast schoon in dit dingetje. Nu er echt bijna niks tot echt helemaal niks meer erop zit, blend ik het zwarte hoog uit. Dus nou zorg ik ervoor dat het mooi inblendt met de andere bruine kleuren die ik al heb zitten. Nou, en dan eindig je ongeveer met dit. Als je het gewoon makkelijk wilt houden en geen cut crease wilt maken, pak dan gewoon een glanzende kleur die jij wilt en breng die gewoon aan op je ooglid. En that's it, dan ben je klaar. Ik wil ook gewoon gelijk in deze video laten zien hoe je een halve cut crease maakt. Ik ga nog een hele video maken over hoe je een volledige cut crease maakt op een makkelijke manier. Maar dat doe ik in een andere video. Voor nu ga ik even de cut crease laten zien die ik altijd maak, zo'n halve. Voor een cut crease gebruik ik altijd een concealer. Dus ik pak nou even mijn Colourpop concealer. Maar je mag in principe elke concealer gebruiken die je wilt. Wat ik wel aanraad is een beetje een nattige concealer die een beetje makkelijk meewerkt. En geen te droge. En de cut crease maak ik met deze platte synthetic
synthetische kwast. Bijna elke kwastenset heeft zo'n kwast, dus waarschijnlijk hebben de meeste zo'n kwast al. Als je die niet hebt, ja, je moet hem wel echt hebben om een cut crease te maken. Wat ik dan doe is, ik pak een beetje concealer hier vanaf. En dan breng ik het aan hier op mijn ooglid in het midden. En dan wat ik dan doe is, ik kijk naar boven. Nou, en dan weer naar beneden. En dan krijg je een lijn met waar de cut crease ongeveer moet komen. Je mag er altijd nog iets boven gaan als je de cut crease wat heftiger wilt maken. Maar dit is ongeveer wat je kunt aanhouden dan. En dan met wat er nog op de kwast zit, ga ik weer zo op mijn ooglid. Tot in het begin. En ik druk het gewoon niet helemaal gaan vegen, want dan veeg je je hele oogschaduw en alles weg. Ga dan gewoon zo de concealer er rustig indrukken. Kijk, en ik volg gewoon echt die lijn. Die lijn komt altijd ongeveer bij je elkaarboog. En ik ga altijd tot ongeveer hier. Dus tot iets over de helft. En je kunt in principe, als je moeite hebt met echt te weten van oké, maar hoe hoog moet ik dan hier gaan of hoe laag, volg gewoon een beetje de vorm van je oogbal. Dus je kunt dan gewoon een beetje dat aanhouden. Zo, dit wordt dan basically de cut crease. Alleen nou is hij niet strak zoals je kunt zien. Dus als ik zo alles erin heb gedrukt, dan ga ik er overheen met mijn kwast om het strak te maken. En nou veeg ik wel gewoon een klein beetje, zodat het mooi strak wordt. Ik weet dat een cut crease maken voor veel mensen altijd een beetje spannend is. En dat veel er niet eens aan willen beginnen. Omdat ze iets hebben van, ja nee, dat ga ik toch niet kunnen. Maar echt, het is echt makkelijker dan je denkt. Ik had het echt zo geleerd, terwijl ik het ook helemaal niet kon. Dus kijk, het is echt best makkelijk. Wat ik dan doe is, ik maak weer deze kwast schoon. En dan ga ik een beetje de concealer zo een beetje trekken in de zwarte kleur. Zodat het soort van een beetje in elkaar inblendt. En je niet met zo'n harde streep zit. Wat ik vaak mensen dus zie doen en wat ik dus dan niet zo mooi vind, is dat ze gewoon de cut crease streep gewoon zo laten en dit dus niet doen. Ze blenden hem niet gelijk in. En dan als ze de oogkleur gaan aanbrengen op de cut crease, dan komt er ook hier een lijn en dan hebben ze moeite met het inblenden met de donkere kleur ernaast. Dus als je het blenden straks wat makkelijker wilt maken, is het makkelijker om de cut crease nu al een beetje op deze manier in te blenden. Om het gewoon wat makkelijker voor jezelf te maken straks. Dan pak ik deze roze glanzende kleur, die heet Madeline. En dit is de kleur die ik ga aanbrengen op mijn ooglid, over mijn hele ooglid. Maar hier binnen laat ik het een beetje open, omdat ik het daar een beetje licht wil houden. Maar dit wordt mijn ooglidkleur. Ik doe meestal een glanzende kleur op mijn ooglid. Maar als je een volledige matte ooglook wilt maken, dan kun je gewoon een matte kleur aanbrengen. Bij glanzende kleuren maak ik altijd mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Je hoeft daarvoor echt geen MAC Fix Plus te hebben. Het kan gewoon met elke setting spray of fixing spray. En als je die sprays niet hebt, het is een beetje vies, maar je kunt het gewoon aan je kwast likken. Ik weet dat veel mensen gewoon zo eraan likken. Doe dat vooral niet als je iemand anders opmaakt. Maar ja, ik doe mijn kwast ook niet likken. Ik gebruik gewoon altijd MAC Fix Plus. Maar ik heb wel eens bij anderen gezien dat hun gewoon hun kwast likken. Of je pakt gewoon een beetje water en spreekt een beetje water erop. Het gaat er gewoon om dat de kwast een beetje vochtig is. Zodat de kleur wat heftiger wordt. En dan breng ik de kleur aan. Oh, dit is echt een prachtige kleur, jongens. Kijk dit even. Dit paletje is echt geweldig. Mocht je nog twijfelen over dit paletje, want hij is een beetje duur. Hij is iets van 45 euro. Maar als je het ervoor over hebt, hij is het echt waard. Je gaat echt niet teleurgesteld zijn. Nou, dit druk ik dan gewoon zo erin. Ik maak me nog niet echt druk over het inblenden met de zwarte kleur. Dat doen we allemaal straks. Voor nu is het gewoon letterlijk erin drukken, zodat de kleur zo heftig mogelijk wordt. Kijk, zoals je kunt zien heb ik hier binnen een hoekje een beetje opengelaten, want daar wil ik een iets lichtere kleur gaan doen. Nou, ik het er basically erin heb gedrukt, ga ik het een beetje naar buiten blenden in de zwarte kleur. Op mijn kwast zit nou bijna niks meer en dan ga ik weer gewoon dit soort bewegingen maken naar links en naar rechts om het een beetje eroverheen in te blenden. En dan pak ik weer een beetje van die roze kleur en die blend ik dan een beetje zo in de zwarte kleur. Dit proces is letterlijk gewoon heel de tijd zwart, roze, blenden, een beetje zwart, een beetje roze. Gewoon zo heel de tijd op en neer gaan totdat het mooi in elkaar blendt. Je hoeft ook geen fluffy kwast te pakken of zo. Dit kan gewoon prima ook met deze kwast. En dan pak ik weer een beetje zwart en dan ga ik die weer een beetje eroverheen aanbrengen. En omdat je dan zo twee kleuren met elkaar mengt, komt er ook vaak een andere kleur. Kijk, ik zie nou hier een beetje paars, omdat nou het roze wat donkerder wordt.
wordt het een beetje paars. Dat vind ik altijd ook mooi om te zien. Kijk, en dan heb je het zo basically mooi in elkaar geblend. En dan pak ik deze matte nude kleur, die heet Soraya. Met een hele mini mini ronde kwast. Ga ik die aanbrengen hier in het begin en een beetje inblenden met die roze kleur. Oké, dan is in principe de bovenkant af. Dan gaan we de onderkant doen. Ik ga eerst beginnen met een zwart oogpotlood in mijn waterlijn. Ik ga deze Colourpop zwart oogpotloodje gebruiken in samenwerking met Zoëlla. Dan pak ik weer deze zwarte kleur Kate. En dan pak ik deze schuin afgesneden platte kwast. Als je gelijk ingaat met een kleine fluffy kwast of iets wat fluffy is met de zwarte kleur, dan wordt het hieronder helemaal panda oog, helemaal zwart. En dat wil je niet, dus die moet je echt heel voorzichtig aanbrengen. En de zwarte kleur ga ik er dan zo indrukken tegen mijn waterlijn aan, echt op de wimperrand. Ik ga niet te ver naar beneden. En dan pak ik weer deze medium bruine kleur. En die ga ik dan wel aanbrengen met deze kleine bullet kwast. En hiermee ga ik eigenlijk gewoon basically de zwarte kleur een beetje uitblenden. Ik ga gewoon over de zwarte kleur heen en maak weer zijwaartse bewegingen. Heel erg van rechts naar links, totdat het mooi is uitgeblend. Zorg er ook voor dat je hier in de hoek de oogschaduw bij elkaar brengt met de bovenste. Wat ik dan ook altijd mooi vind is om een felle glanzende champagne-achtige kleur aan te brengen in mijn binnenste ooghoek. Dat doe ik eigenlijk gewoon altijd. Ik ga hiervoor mijn highlighter gebruiken die ik nou op heb. Dat is de Physicians Formula Butter Highlighter in de kleur Champagne. Dit is een hele mooie champagne gouden kleur. En die druk ik dan hier in mijn binnenste ooghoek. Om het allemaal een beetje bij elkaar te brengen en een beetje op te lichten. Echt zonder deze stap vind ik de ooglook altijd gewoon, ja, gewoon niet af of zo. Dit is altijd echt zo'n extra stap. Nou, dan is de oogschaduw in principe af. Ik ga even een beetje mascara doen, nep wimpers en dan kom ik zo terug. Nou, dit was dan de ooglook. Ik hoop dat jullie het een beetje een mooie ooglook vinden. Ik hoop ook oprecht dat jullie iets hebben gehad aan deze video, want daar heb ik hem voor gemaakt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!